We zijn nu bij een vak, het is niet per se overleven, maar het is wel een vak waar je waarschijnlijk nog niet van gehoord hebt. Iedereen kent Nederlands, Engels, wiskunde, daar zijn we allemaal wel bekend mee. Maar kijk maar eens hierboven even. Eurythmie? Hè? Wat is eurythmie in godsnaam? Daar gaan we snel achter komen. Ik loop even naar binnen. Hallo, hallo. Ik ga even kijken, wie geeft hier... Oh, er gebeurt hier van alles. Er zit hier een driehoek op de grond. Hallo. Ik kom stiekem eventjes inbreken. Hallo. Mag ik je storen? Oh, sorry. Oké, dankjewel. Hallo, wie ben jij? Ik ben Veerle Linders en ik geef eurythmie op het Karel de Grote College. Veerle, wij kennen elkaar stiekem eigenlijk al, hè? Want we zaten bij elkaar op school. Precies, heel lang geleden, maar staan we toch allebei. Het is lang geleden, maar jij bent teruggekomen. Wat voor vak geef je eurythmie, zeg je? Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat niet kennen. Ik zei net al, we kennen de bekende vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde. Daar is iedereen wel bekend mee. Maar eurythmie, dat zegt niet iedereen meteen iets. Zou je het kunnen uitleggen? Zeker. Eurythmie is een vak waar wij met muziek en tekst, dus soms gedichten, soms verhalen, bewegen met de hele klas. En daarin leren ze samenwerken. Ze leren zichzelf plaatsen in de ruimte. Ze leren ruimtelijk inzicht, maar ook hun eigen lichaam een beetje kennen en hun eigen lichaam scholen. Hangt het een beetje samen met dans ook? Zou je het mee kunnen vergelijken? En wat spreekt jou persoonlijk aan in het vak eurythmie? Heerlijk de beweging met een hele groep. Het enthousiasme wat van de kinderen af kan komen. En ja, ik zou niks anders willen. En wist je al toen je hier op school zat, toen jij hier eurythmie volgde, van hier ga ik iets mee doen, dit is mijn vak. Hoe is dat zo ontstaan, die fascinatie? Nee, in de 7e klas vond ik eurythmie helemaal niet leuk. Het was niet mijn ding, ik vond het moeilijk, ik snapte het niet, wat moest ik er nou mee doen? En toen heb ik het toch voor mijn kunstvak gekozen. En ja, toen dacht ik van nou, ik begin het te snappen, ik begin het leuk te vinden. En zo ben ik eigenlijk doorgestroomd naar de opleiding. Oké, nou klinkt hartstikke goed. Je zegt, je vond het hartstikke moeilijk in de 7e. Ja. Ik ben benieuwd of het nu nog steeds moeilijk is. Kun je mij iets laten doen? Want ik heb het eigenlijk sinds ik hier weg ben gegaan op school nooit meer gedaan. Dus... Ja, oké, ik moet even een assistent hebben die een microfoon kan pakken. Want dit moet met twee handen, neem ik aan. Hè? Ja, oké, komt-ie. Ja. En een papiertje, ja. Oké. Eén keer zonder stap, één keer met stap. Daar ja. Boven. Helemaal rechts. Ja, helemaal naar links. Zij mogen als pro's doorgaan, hoor ik hier. Ik ben niet een super pro, maar hier zijn genoeg pro's. En als jij hierbij komt bij deze klas, word je ook pro. Veerle, ik moet wel zeggen, mooie welkome afwisseling tussen al die andere vakken door waar je heel veel je brein moet gebruiken. Al moet ik zeggen, mijn brein had hier ook wel een bepaalde overload met stappen die je moest volgen. Maar oefening baart kunst, zeggen ze wel eens.